Vasco da Gama is geboren in 1469 in Portugal. In zijn jonge kinderjaren heeft hij geleerd om te vissen, zwemmen en zeilen. Toen Vasco da Gama nog jong was en op school zat, heeft hij als opleiding astronomie en navigatie geleerd. Op zijn 28e ging hij voor het eerst op reis naar India. Hij is in totaal 3 keer in India geweest. 2 keer als reis en 1 keer om daar te wonen. Hij overleed na zijn 3e reis. Koning Manuel I wilde na de ontdekking van Columbus zijn invloed uitbreiden. Dit wilde hij doen door Estevão da Gama, de vader van Vasco da Gama, een ontdekkingsreis te laten maken naar India, om de poging van Diogo Cao voor te zetten. Diogo Cao was niet ver gekomen doordat er een scheurbuik was uitgebroken. Dat wil zeggen, ziekte door gebrek aan vitaminerijk voedsel. Helaas overleed Estevão da Gama voordat de reis begon. Toen werd zijn zoon Vasco da Gama gevraagd om deze reis te maken. Hij stemde met dit aanbod in. Hij vertrok met 3 schepen. São Gabriel, waarop Vasco da Gama aanwezig was. São Rafael, onder bevel van zijn broer Paolo. Berrio met kapitein Nicolo Curro vooruitschip. Er waren ongeveer 160 man mee. Sommige van hen waren gevangenen. Ze werden anders behandeld. De schepen hadden op dat moment modernste apparatuur. Op 25 januari kwam hij aan bij de Klimaanrivier. Hier bleven ze een maand. Terwijl ze daar laken, brak er een scheurbuik uit. Dit zorgde voor veel dode bemanningsleden. Het gebied dat hij daar naar binnen voer, was een gebied met islamitische cultuur. Hij werd daarna niet hartelijk verwelkomd. Dit was omdat de Portugezen traditioneel een vijand van de moslims waren. De sultan van Mozambique zorgde wel voor 2 loodsen om hen de weg te wijzen. 3 maanden later gingen ze terug via Goa richting Afrika. Het duurde 3 maanden voordat ze Malindi in zicht kregen door de harde tegenwind. In het jaar 1502 ging Vasco da Gama nog een keer op reis naar India, omdat hij met geweld de Indische waren in handen moest zien te krijgen, die met goede wil niet te verkrijgen waren. Tijdens de reis werden Afrikaanse heersers tot totaal van schattingen gedwongen, Arabische schepen in brand gestoken en Arabische vloot vernietigd. Ook werden er Indische steden onderworpen. Deze reis werden er meer schepen meegenomen, omdat bij een eerdere tocht van iemand anders de bevolking van Calicutus, waar deze persoon een handelspost had neergezet, niet erg vriendelijk meer bleek. Toen hij in februari weer wegging uit India, liet hij duidelijke sporen van dood en verwoesting achter. In het jaar 1507 kwam hij weer terug in Lissabon. Daarna werd hij in 1519 benoemd tot graaf van Viduera. In 1524 werd hij aangesteld tot onderkoning van India. Vasco da Gama werd ziek in hetzelfde jaar als dat hij koning werd. Hij stierf op 24 december in India. Daarna is hij naar Portugal gebracht. Toen Vasco da Gama terugkwam, van zijn tweede reis had hij specerijen meegenomen. Deze werden zoveel goedkoper dan dat hij ze van andere handelaren kocht. Dit omdat de handelaren er tol over moesten betalen bij tolwegen op de reis. Van die handelaar en die tol moest je anders ook nog weer betalen. De specerijen die Vasco da Gama meebracht waren veel goedkoper omdat hij er geen tol over hoefde te betalen. Op deze manier werd het geld wat hij met de reis verloren had, weer terugverdiend. Dit ook omdat hij de specerijen niet gekocht had, maar mee had genomen zonder te betalen. Vasco da Gama ging een andere route dan Diogo Cao. Hij ging niet langs de westkust van Afrika, maar tot 1000 kilometer van Latijns-Amerika af, om de stromingen van de Golf van Guinea te ontwijken. Die route werd door latere zeevaarders en zelfs nu nog gebruikt.